Nee, het is niet aanzitten tot het roken. Het is over de poëtica van het roken. Het is kijken. Roken mag dan al dodelijk zijn. Jan Fabre vindt het vooral lekker. Want ik zit veel 's nachts te roken. En als ik dan zoiets getekend heb of geschreven heb, een sigaretje te pakken en zo. Die rook te voelen in je longen, dat is een lichamelijke sensatie die ik plezierig vind. Maar roken is ook mooi om naar te kijken. Cultregisseur Chantal Akkerman maakte speciaal voor de voorstelling een film met een fotogenieke sigaret in de hoofdrol. In de film van Chantal zie je bekend een soort filmgeschiedenis van de liefde van de sigaret. Het sigaretje opsteken, even een andere opsteken en doorgeven aan uw partner, aan de vrouw of de man die je graag ziet, was altijd een sensueel gebaar. Fabre gebruikt de sigaret ook als metafoor voor de vrijheid. Hij verzet zich tegen elke dictatuur, ook die van de gezondheid. Tegenwoordig moeten gezond zijn, jong zijn, dynamisch zijn, biologisch eten, vegetarisch zijn. Je moet. En dat moeten is niet goed in de maatschappij. Mijn mama heeft gerookt, die is gestorven aan longkanker. Die heeft gerookt tot de laatste dag. Je mama is aan longkanker gestorven? Ja, ja. 8 maanden geleden. Ik heb naast haar gezeten en zij heeft nog in het hospitaal gerookt. Zij wist dat ze zou sterven. En ze lustte dat heel graag. En waarom mag je dan niet iemand een sigaretje geven als afscheid naar de andere kant? Om dat genot nog even te voelen, te proeven. I Am a Mistake is nog te zien in Keulen en Parijs.